Opnieuw blokhut in Vinkeveen in brand. En Daphne Schippers inspireert jonge kinderen. Goedenavond, fijn dat u kijkt naar U Vandaag. Bij de Vinkeveense plassen is op één dag twee keer brand ontstaan bij een blokhut. Gistermiddag stond deze blokhut in lichte laaien en kon niet meer worden gered. Vannacht kreeg de brandweer een melding dat er brand was bij een legakker bij het Achterbos in Vinkeveen. Vuur werd ontdekt in een blokhut op het eiland vlakbij jachthaven Omtzigt. Brandweerlieden werden door omstanders met een boot naar de brand gebracht, maar ook de brandweerboot was aanwezig. En deze blokhut kon wel worden gered. De positie van de VVD-wethouder Schuurs in Woerden wankelt nadat hij afgelopen week opnieuw onder vuur kwam te liggen. Zijn optreden tijdens een discussieavond in Harmelen kon volgens veel mensen niet door de beugel. Ook politiek is er de nodige kritiek op de wethouder. Zo sloot hij een overeenkomst over het nieuwbouw in het buitengebied van Harmelen, terwijl dat volgens inwoners en coalitiepartner D66 tegen de afspraak is. Eerder was er gedoe rond de renovatie van het stadhuis en de komst van een geluidswal langs de A12. Ja, de wethouder zelf zit ziek thuis. Na het weekend wordt duidelijk of de wethouder mag blijven zitten of niet. Alsjeblieft, nou kunnen we gaan. Zo kan het ook. Busreizigers kunnen vanaf vannacht pinnen in Utrechtse nachtbussen. Contant geld wordt dan niet meer aangenomen. De maatschappij hoopt er overvallen op een bus mee te voorkomen. Het gaat om de bussen van UOV in onder meer de stad Utrecht. En het geldt voorlopig alleen in de nacht van zaterdag op zondag. Het idee is om dit later uit te rollen naar alle buslijnen. De schuld van de failliete voetbalclub VVA 71 uit Achterberg is veel groter dan gedacht. Dat meldt het AD op basis van verslagen van de curator. Het gaat in totaal om 1,3 miljoen euro. De grootste schuldeiser is de Belastingsdienst. En aan de club verbonden stichtingen krijgen nog eens 4,5 ton van VVA 71. De benefietwedstrijd tussen het G-team van IJsselmeervogels en Lucky Ajax heeft ruim 10.000 euro opgeleverd. Dat geld gaat naar stichting LIAB, lokt in André Beukers. Beukers kreeg eind juli vorig jaar een herseninfarct, waardoor hij volledig verlamd raakte. De stichting ondersteunt het gezin financieel en betaalt voor hulpmiddelen en therapieën. In het team van Lucky Ajax speelden onder andere Sjaak Zwart, Johnny Heitinga en Freek de Jonge. En het werd uiteindelijk 9-9. Het is voor veel jonge atleten een droom meedoen aan de Olympische Spelen. Weinig sporters is het ook gegeven om op het hoogste niveau mee te rennen. Gelukkig hebben wij Daphne Schippers. En zij vertelde jonge sporters vandaag in Utrecht maar wat graag over hoe je de top haalt en daar vooral blijft. Ik ben nooit zo goed in starten. Heb je nog een tip? Ik ook niet, nee. Als Daphne Schippers alleen een hemd zou dragen, zou het er nu af liggen. Want 200 kinderen bestoken de Olympisch winnares met vragen. Welke prijs is het meest bijzonder voor jou? Kijk, dat vind ik een mooie vraag. Ja. Voor de jonge sporters is ze een heldin. En ze heeft het gewoon ver geschopt. Je moet heel hard werken om bij de Olympische Spelen te kunnen komen. Ja, dat vind ik gewoon heel knap. Ik vind het wel dat ze echt sportief doet en ze is erg snel, vind ik. Ja, gaaf toch? Ik vind het zo leuk om, ik vind het heel leuk om met de kinderen te werken. En ze zijn zo enthousiast en geweldig hoe ze dit opgezet hebben. Oké, klaar! Een idool, een voorbeeld hebben, dat motiveert de kinderen. Maar om echt op wereldniveau te rennen, dat vergt discipline. IJzeren discipline en heel veel meters over de atletiekbaan. Heel misschien is de top dan binnen handbereik. Hoewel volgens Daphne blijven pieken de grootste uitdaging is. Ja, dat is de moeilijkste stap. Ze zeggen erop komen is één en twee is het vast blijven houden. Ja, door gewoon proberen ook plezier te houden en mijn trainingen te volbrengen. En dan stap voor stap dat beter te doen. In 21,88 seconden rende Daphne in Rio de 200 meter. En daarmee pakte ze zilver. Nu mogen de kinderen het proberen over dezelfde afstand. Gefeliciteerd. Dankjewel. DJ is een van de winnaars van de race. Weet je hoe snel je was? Nee. De tijd is ook niet bijgehouden. En dat is volgens de expert op het veld ook helemaal niet het belangrijkste. Slechts één ding is volgens Schippers essentieel. Het allerbelangrijkste vind ik dat ze gewoon plezier hebben. En, want plezier is zo belangrijk. Op je negende hoef je echt nog niet mega veel te trainen of hard te trainen, want het heeft nog helemaal geen zin. Zo heb ik het zelf ook gedaan en ik denk dat het de belangrijkste boodschap is die ik ze mee kan geven.
Mooi is dat. Het was daar lekker weer. Is dat morgen ook zo? Nee. Er is veel regen en met een krachtige westenwind wordt het zo 19 graden. In de avond neemt die regen dan wel af. 'S Nachts klaart het zelfs op. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze site of op onze app of bij de collega's van de radio. Tot zover deze uitzending. Morgen om 5 uur dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Heel graag tot dan. Fijne avond.